Lieve mensen, daar zijn we er weer. Aflevering Freedom Vibes, belasting en principe gaan we vannacht checken. We gaan vannacht zien hoe mensen die werken voor de overheid omgaan namens de overheid met burgers. En hoe we gaan zien hoe die bestaande belastingwet maakt, ja, eigenlijk heb ik het al gezegd, wat de omgangsnormen zijn. Maar laat me niet te veel praten. Laten we gewoon even alvast checken. We gaan nou interview checken en dan gaan we kijken. Ik praat te veel, laten we gewoon gaan. Organisatoren van openbare vermakelijkheden die hebben wel eens geklaagd dat de kosten die ze nu moeten betalen bij de commissariaten voor het organiseren van hun evenementen, dat een zware last voor hun vormt. Ze zeggen dat waar men de indruk heeft dat ze woekerwinsten maken, geven ze aan dat vanwege de hoge kosten ze er minimaal winst van overhouden. DC Mike Merkust van Paramaribo Noordoost worden er door de verschillende commissariaten uniforme bedragen gehanteerd voor openbare vermakelijkheden. Zover ik weet zijn er vaste bedragen. Dus wanneer men activiteiten gaat organiseren. En het gaat van de bedragen verschillen ook bij commerciële activiteiten als bij niet-commerciële activiteiten. Dan hebben we dan een lijstje, ik heb hier zo'n lijstje. Dus dat even aan u voorlezen, dat u dan even weet. Of ik kan u ook laten zien straks, ik kan het ook in beeld brengen. Dat is wat wij hanteren. Ja? Dus als men een openbare vermakelijkheid gaat doen, die grote evenementen, dan ga ik u straks, zo denk ik dat ik heb voorgelezen, ga ik u uitleggen waarom bepaalde bedragen daar zo staan en wat de achterliggende gedachte ervan is. Alleen om eigenlijk misverstanden in de wereld te helpen. Kijk, bij een openbare vermakelijkheid, zoals we de mensen dingen willen komen doen, zoals grote evenementen, streetparties en dat soort dingen, grote OV's. Dan gaan we dan de indieningskosten houden dan op 1000 SRI voor zo'n evenement. Ja? En daarnaast, waarom die 1000 SRI? Men gaat geld verdienen en de overheid moet ook bepaalde kosten maken en bepaalde dingen in place brengen. Toch? We moeten ook misschien de politie vragen voor de ondersteuning, we moeten de brandweer vragen voor ondersteuning, de brandweer moet inkomen, de politie moet inkomen. Niet dat wij de kosten dekken, maar als er misschien wat gebeurt, toch? Dan is het vaak zo dat men soms, niet altijd, maar soms terugvalt op de districtscommissaris om bepaalde dingen in te komen. En dan moeten we dan ook de middelen hebben om het te doen. Oké, dus we hebben geluisterd naar wat de case is. En onze lieve DC gaat dus uitleggen wat de kosten zijn en waarom. Let wel op, hij geeft dus wel aan, het is bepaald door de overheid. Het is niet overeengekomen met de burgers. Daar zie je dat wij weer niet gekend worden in de besluiten van de overheid. Ze komen en ze bepalen zelf aan de hand van hun eigen gemaakte calculaties. Ik moet wel erbij vermelden, wat ik nu allemaal ga aanhalen, het is absoluut geen aanval naar de DC toe. Hij is ook maar een product van zijn omgeving, zoals wij allemaal. Dus wat hij zegt, ja. Maar goed, it's nothing personal, maar laten we in elk geval teruggaan. Als je een groot evenement organiseert, gaat de indieningskosten 1000 SRI zijn. Toch? We vragen dan een borgsom van 7.500 dat verdeeld is, waarbij de 4000 SRI is voor de schoonmaak van de omgeving. Omdat het niet zo kan zijn dat jij je geld verdient, je organiseert een groot festijn. En dan nadien dan moeten wij zien hoe de rommel wordt opgeruimd. Toch? En dan moeten we openbaar groen vragen of we moeten iemand gaat inhuren om de omgeving rondom uw activiteit schoon te maken. Dat gaat niet. Toch is u bent die persoon die organiseert, die is dan verplicht om dan daar de omgeving, de aanvoer naar de plek toe, weer schoon te maken, zodat het dan netjes is. En die 3.500 is dat is dan gekoppeld aan de tijd. Als u op uw vergunning een activiteit hebt tot 3 uur in de ochtend of tot 2 uur. Of tot 4 uur, toch? Dan dient u op dat tijdstip te stoppen. Overschrijdt u de tijd, dan bent u dat geld kwijt.
Ja toch? En bij de andere, als u niet opruimt, dan krijgt u uw geld niet terug. Oké, dus dat is duidelijk. We gaan dan nu even terug naar de volgende kosten. Hij legt uit over de kosten voor privé-tories. Koloko even, jarre. En heb je dan die kleine OV's? Dat zijn dan misschien een huisfeestje, iemand is jager. En dus daar vragen we dan bij de indiening 200 SRD. Ja, 200 SRD. En bij een huwelijk vragen we de borgsom 250. Waarom? Omdat sommige huwelijken, toch, men zich niet houdt aan de voorwaarden. Toch? Behalve geluidsoverlast bij sommige huwelijken, gaat men door tot 6 uur, 7 uur 's morgens. En dat is ook niet correct voor de buurt. Ja? Maar we houden er rekening mee. Dus check goed hier zo. 200 SRD voor huisfeestjes en 250 voor huwelijk. En waarom? Omdat men zich niet altijd houdt aan de voorwaarden. Dus dan moet je nu gaan afvragen. Als je een feest geeft bij jouzelf thuis, waarom moet je Lanti 200 betalen? Waarom? Wat doet Lanti? Wat heeft Lanti te maken met jouw domein en jouw terrein wanneer je een feestje geeft voor jezelf? Alle kosten, alles is voor jou. 2. Er wordt nu gezegd, die 250 SRD is omdat men zich vaak niet aan de voorwaarden houdt. Check goed. Want men gaat soms door tot 6 uur in de ochtend, 5 uur in de ochtend. En men veroorzaakt geluidsoverlast. Dat is niet correct naar de buren. Maar wij, overheid weer, wij kijken door de vingers. Dus de mensen van de overheid, dus de man net tandapé naar Bieti. De man tik amoni wel. En het feit dat mensen tot 6 uur in de ochtend doorgaan, wil zeggen dat de politie dus niet heeft ingegrepen namens het beleid. Dus dat wil zeggen dat de mensen doorgaan tot 6 uur, Lanti ontvangt, maar de buurt helemaal niet vergoed wordt op geen enkele manier als men last heeft van geluidsoverlast. Wat Lanti dient te doen, want je dient de buurt te beschermen tegen overlast, stankoverlast, geluidsoverlast, whatever. Maar je tekent money en je zegt van ja, want je houdt je niet aan die voorwaarden, dus je gaat ons moeten betalen. Maar wat voor schade leer jij als Lanti? En naar waar gaat dat geld? Wat doe je met dat geld? Want je zou eigenlijk de buurt toch moeten beschermen. Je zou toch misschien voor uitrekosten, wat al te gek is, want daarom betalen belasting. Zou je die agenten moeten betalen, want ze moeten komen aanpakken, maar niks. En zo denkt Lanti, dat my tech money, nee regel niks. Maar zo gaat het. Maar goed, we gaan even, laten we naar het volgende clipje kijken. Laten we kijken nu. En